Het is de vijfde en de laatste dag van de staking van het streekvervoer. En ook vandaag brengen wij weer mensen naar school of naar hun werk. En we beginnen vandaag in Almere, waar we Cheyenne ophalen. Goedemorgen. Jij bent Cheyenne? Ja. Ga je mee? Ja. Gaan we naartoe? We gaan naar school. Op Windesheim. En wat doe je daar precies? Normaal studeer ik daar de PABO, maar ik ga vandaag werken. Ik ben studentambassadeur. Je zit in het eerste jaar van de PABO en dan sta je ook al voor de klas, hè? Ja, klopt. Elke donderdag. En welke school is dat? Ik loop stage op de Omnibus. Je bent wel afhankelijk van het openbaar vervoer? Ja, normaal wel. Ik vind het al fijn om met het openbaar vervoer te gaan, aangezien ik natuurlijk een student-OV heb. Vandaag dus even niet, door de stakingen. Wat vind je ervan? Ja, stom natuurlijk, maar gelukkig is Omroep Flevoland hier. Maar je bent dus niet alleen student, heb ik begrepen, op de PABO, maar je doet ook nog iets anders. Ja, klopt. Elke zondag train ik voor Miss Teen of Flevoland. En wanneer is de verkiezing? 26 maart is de finale. Nou, Cheyenne, we zijn er. Ja. Veel succes. Dankjewel. Daar is Windesheim. Fijne dag. Doei. Zo, dan zijn we alweer aanbeland in Dronten en hier halen we Max Simon op. Hallo. Hallo, jij bent Max? Ik ben Max. Waar gaan we naartoe, Max? We gaan naar Landstede in Harderwijk. En wat doe je precies? Ik doe onderwijsassistent. En dit is mijn laatste jaar en dan moet ik nog wat examens voor afronden. Normaal gesproken ga je met de bus. Die rijdt nu niet, hè? Er wordt gestaakt voor een beter loon, hè? Begrijp je die staking? Ja, ik begrijp best wel dat die mensen aan het staken zijn, want als er inflatie is, moeten we natuurlijk ook iets meer geld krijgen. En nu is het nog niet gebeurd, dus... Ja, Dronten, Harderwijk. Dat is niet te doen op de fiets. En ik neem aan dat je ook geen brommer hebt of scooter. Nee, ik ben bezig met mijn rijbewijs aan het halen, maar nu nog niet. Nou, Max, Landstede, Harderwijk. Dankjewel. Werk ze, tot ziens. Yes.